Er is deze week een begin gemaakt met de sloop van de opstallen van benzinehandel van Dijkhuizen aan de Haverdijk in Tiel. Het huis en tankstation blijven voorlopig staan. Volgens een contract met de gemeente uit 2013 moesten het tankstation en de bijbehorende gebouwen dit jaar al verdwenen zijn en de grond gesaneerd. Op deze plek zou een toren met appartementen gebouwd mogen worden. De gemeente zou zorg dragen voor een alternatieve locatie voor het tankstation. Deze moet aan de Industrieweg komen ter hoogte van de Staatse Straat. Maar hiertegen wordt bezwaar gemaakt door Waardevol Tiel en de Gelderse Natuur- en Milieufederatie, omdat het in een waardevol nationaal landschap gepland is. Inmiddels loopt hiervoor een bodemprocedure bij de Raad van State. De uitspraak hiervan wordt in maart of april verwacht.